Mag ik vragen dat we nu de officiële start van deze Bal 900 geven door de Bellenbaan. Voilà! En vliegt er maar een maestro, music please! Mevrouw de Schepen, hoe is de openingsdans verlopen met de burgemeester? Jij als feestenburgemeester. Ja, goed, goed. Maar ik denk dat we volgend jaar een beetje moeten oefenen. Ja, oefenen, maar het is toch goed verlopen? Een meelichten, veel vol. Het was heel leuk hier op Bal 1900. Veel mensen die vrolijk meedansen. Heel veel volk eigenlijk, allemaal mooi uitgedost. Echt wel iets, een unieke gebeurtenis tijdens het Gentse feest. Ja. En we klappen in de handen, dames en heren, dat is Bal 900. Hoe is het verlopen, die dans? Die openingsdans? De openingsdans was super, hè? Ja. Super. Annelies Storms kan dansen, wat niet van iedereen kan gezegd worden. Zeker het eerste jaar dat ze feestenburgemeester is. Ze heeft wel een beetje leren dansen, denk ik toch? Ze heeft dat goed gedaan. En ik moet ook zeggen, onze burgemeester, verkleed, wel, vrij content. Ik ben echt waar, als opperdeken, trots op ons stadsbestuur dat ze meedoen met Bal 900. Wat vindt u ervan? Ja, ja, ik, veel volken, veel ambiance. Dus ja, het is leuk. Ja. Ja. Je zult terugkomen volgende keer? Ja, denk het wel. Ja. Kunnen jullie een beetje dansen? Ja, vroeger dansten wij redelijk veel. Ja. Maar nu zijn wij in feite ook een beetje gekomen in functie van onze dochter die feestenburgemeester is. Dat is Annelies Storms, dat is onze dochter. Dat wist ik niet. Dus het is maar logisch dat jullie hier ook zijn. Ja, zeker. Ja. Annelies, feestenburgemeester, ze heeft dat goed gedaan. Ja. Zeer vermoeiend, maar ze heeft het met zeer veel plezier gedaan. Ja. En met veel overtuiging en veel plezier. Veel plezier, de openingsdans met Matthias. Twee burgemeesters samen, dat was toch wel, dat moet zo kunnen, hè? Ja, maar ik denk dat Matthias nog een keer dansles mag volgen. Ja, een beetje lange benen, hè? Ja. Hij mist een beetje soepelheid. Ja, maar in feite doen zij dat zeer goed samen. Ja. Zeer goed. Ja, want hij is vol enthousiasme over Annelies. Zij neemt toch 10 dagen zijn plaats in, hè? Tuurlijk. En het is hard te werken. Oh yes, sir.
jij dansen Charleston? Waar heb je dat geleerd? Van mijn moeder. Van mijn moeder. En mijn vader ook. Die konden zeer goed dansen. En ik dans ook zeer graag. Zeker op de counter, zo'n mooie kiosk. Absoluut. Ga je hangen. Maar ik ben mijn pas kwijt als ik nu moet spreken. Ja, ik dans zeer graag. Hier staan nog drie dansers. Ja, specialist danser. Oh, wij dansen graag, hè. Het is traditie, dus dat moeten we neerhouden, hè. Zoiets moois. Alle groepen beginnen. U weet, er is een jury. Er is ook nog een prijs van de veldrijf. En wie ben jij? Hoe kom je dansen? Ik kom uiteraard dansen en ja, eentje drinken. Ja, maar ik ben geen gemeenteraadslid, ik ben een uurwetmaker, dus ja. Je kan ook een stukje dansen, je danst mee. Ja, ja, ik kan op het ritme dansen. Ik dan mijn uurwerken op ritme werken. Mijn uurwerk blijft maar draaien en uw dans kan niet blijven. Nee, dat gaat niet meer gaan. Dat gaat niet meer gaan. Dat zou kunnen gebeuren dat we af en toe een keer moeten stoppen. My old Ricky Ticker. Wat vindt u van bal 1900 hier? Wat vindt u? Ik moet zeggen, dat is al een jaren oude traditie. Ik heb Eli te Rijken goed gekend. We hebben zelf, mijn ouders hebben nog samen gezeten in de organisatie van de Gentse feesten. En eigenlijk kan men zeggen, het is een eer dat we het bal 1900 alle jaren doen. En ik heb er juist met de echtgenoten gesproken van Eli de Rijken. En die dame was eigenlijk wel geëmotioneerd. En laten we opgaan naar de editie 2020. Laat mij ook verkleden in bal van 1900. Dit is de beste editie ever. Ik meen dat. Ik heb het inderdaad een paar jaren meegemaakt. En dat was dus een beetje aan het slapbakken. Maar ik heb de indruk dat we zijn weer herbegonnen. Het regent niet. De lampjes hangen. De dansvloer staat vol. Nee, echt goede ambiance. Ik vind dat een leuk spektakel. En vergeet niet, bal 1900, gedurende de bijna 200-jarige Gentse feesten, is dit een constante. Dit is al altijd geweest. Door de oorlog, door de geschiedenis heen, bal 1900. Vrouwtje die draait met haar poepje, geloof ik. Ja. Maar ja, dat kan ik niet aan doen. Dat is gewoon een glad in de handschoen, hè. In die stoven, hè. Dat is zaaien, hè. Geschreven zo naar beneden, hè. Dat lijkt in de zaaien lokjes, hè. Hoepelrokken, brede rokken. Ja, maar dat deed je nou omhoog, hè. Dat was je gelijk dat een uit die stramaan had die de plat duwt, hè.
Ik dan nog een muur hoort vraag spaal, hè. De avond is nog niet ten einde. Dat nee, nee, de hoofd is nog jong. Ik zie het, hè, nu. Oeh, jong. Oeh, jong. He, allee. Goeien over. En een fijn dans genoemd. Een aantal verenigingen, dansverenigingen in Gent. Ja, tuurlijk. Er zijn heel veel dansverenigingen in Gent. Hè. Ik heb zelf jarenlang klassiek ballet gedaan, een jazzballet. Als ik jonger was natuurlijk. Maar de danskriebel heb ik nog altijd. Dus ik vind dat heel fijn dat ik op de feesten al zoveel heb kunnen dansen. Ongelooflijke eer, hè, om zo te mogen dansen met Annelies, hè, die dat schitterend gedaan heeft de voorbije Gentse feesten. Een waardige feestenburgemeester. Ik denk dat dat naar meer smaakt. Ja, hier staat er maar bij. Amai ze. Tinneke heeft geld nog hoedje, nog landeke, nog paardeke, nog hoedje, nog huisje, nog kruisje, nog een lappetje voor op mijn buisje. Tinneke heeft geld nog hoedje, maar in hemel is er lachen en een groentje. Als het is van dat de brof, met de remmen in de zon, en kloppen te snel naar het groentje. In de straten van Gent rijdt u met uw oude fiets? Met mijn oude fiets ren ik al een dag. Elke dag ren ik met mijn oude fiets in de straten. Alle dagen in Gent. Alle dagen. Waarom niet? Maar over die kassein, lukt dat wel goed met zo'n fiets? De pech, dat is als je wat tram. De tram, dat is als je wat minder. Maar over de rest wordt heel goed. Rond een uur of elf gaan we hier beginnen met de kaarsen uit te delen en dan gaan we stoetsgewijs naar de Korenmarkt om het laatste liedje om de Gentse feesten uit te zingen met klokkenroeland natuurlijk.